En ondertussen gaan we live proberen over te schakelen naar het AFAS-stadion daar in Mechelen. Stef Rombouts, als alles goed gaat, dan zou ik hem nu ongeveer aan de telefoon moeten hebben. Even kijken. Stef, ben je daar? Stef? Ja, hij belt. Wat meent je hoor? Weer in de partij, KV Mechelen, KS Eupen. Onder een leuke avondzon, zomerzon hier. In het AFAS-stadion waar de sfeer goed zit. Nog steeds 0-0 op het scorebord na een kwartier voetballen. In een leuk openingsbegin met vooral KV Mechelen initiatief toonde en veel drang naar voren had. Zowel enkele kansen voor onder meer Lauberbach kunnen noteren. Maar nog geen doelpunt. De sfeer zit er hier goed in. Eupen kon daar één schot op afstand tegenover stellen. Daarnaast stelde het nog niet heel veel voor op aanvallend vlak. Maar we zien een leuk openingsbegin. Dat hopelijk wel zich kan doorzetten in deze partij. Even kijken, Storm heeft al vaak goed de ruimte gevonden, net als Lauberbach, met wat doorsteekpaasjes. Zo probeerde Schoof het nu met Storm en daar is Coulon. Coulon met de voorzet, daar is iemand aan de tweede paal. Aanvalt die bal nog wel bij Sandy Walsh. Kan met Eiermans combineren aan de rechterflank. Tegenover vorige week één wissel doorgevoerd, Steven de Voer overigens, met zomertransfer Mori Konaté, die in de ploeg is gekomen voor het jeugdproduct KU. Toch wel toptransfer deze zomer van KV Mechelen. De eerste keer dat hij in de basis staat na die visumproblemen voor de Guineer. Mag dus nu voor het eerst in eigen huis tonen bij de basisplaats wat hij waard is. Overkomen van Sint-Truiden. Nog transfernieuws genoteerd bij KV Mechelen gisteren. Dat op de deadline day van de transfermarkt nog een nieuwe spits vastlegde, een jaar gehuurd. Bassett, een Belgische jeugdinternational. Er is nog wat opties van voor die Steven de Voer nodig had. Zijn zo ingevuld, net als Dimitri Lavallée, die op huur vertrok naar Sturm Graz, naar Oostenrijk. Die gaan we dus dit seizoen niet meer aan het werk zien bij geel en rood. Genoeg opties op het middenveld met bijvoorbeeld nu Konaté. Eupen dat goed aan het seizoen gestart is, met een 10 of 15 verrassen. Met een nieuwe ploeg, een nieuwe trainer. Een vrij nieuwe ploeg met wat nieuwe aanwinsten. Wat jonge kerels ook in de basis. Geen wissels tegenover vorige week. Je zou voor minder met een 10 op 15 als seizoensbegin. En de vierde plaats voor Eupen in het klassement. Ondertussen de vijfde plaats na de wedstrijd van deze middag. Cerkelbrugge wist met 2-1 te winnen van Westerlo. En zo is Cerkelbrugge de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. Een verrassing toch wel. 12 op 18. Meer het gevolg van die uitgestelde wedstrijden natuurlijk. Uitgesteld wegens de Europese verplichtingen van enkele topploegen uit de competitie. Ik ga naar deze partij. Waar KV Mechelen na een 6 op 6 zoek naar een 9 op 9. Het zou toch een leuke reeks zijn om het seizoen mee te starten. En meteen die middenmotor ambitie goed vast te zetten. Een stabiele binnenmotor worden, dat is hier wat KV Mechelen wil bereiken. Deze bal komt dan weer niet goed binnen van Rob Schoofs. Was daar iets te snel voor Rapp, die had dat niet zo bekeken. Daar is Slonina, doelman van Eupen. Misschien wel het grootste talent op het veld vanavond. Vanavond, vanmiddag nog, 6:30. Gabriel Slonina wordt gehuurd van Chelsea, de Engelse topclub. Amerikaanse doelman van 19, ook overtreding. Ja. Goed gezien van scheidsrechter Berput. Een elleboogje, leek het mij van hieruit. Zoals is op Konaté. Zoals Alfred Vimbogason. De bekendste naam die we vinden bij Eupen in de spits. De welbekende IJslander. Met een verleden bij onder meer Lokeren. Waar hij toch een beetje een cultfiguur was. Ook bij Sociedad in Augsburg. Hij heeft dus wel wat competities versleten. Op zijn 34e wist Eupen hem nog aan te trekken. Om als ervaren rot hier de dienst uit te maken. Van AT, goede tempo. Sterk de pas afgesneden van Jentel van Genichten. Jentel van Genichten. Ook, het is geen thuiskomst, heeft hier nooit in het AFAS-stadion gespeeld, maar wel bij de jeugdreeks. De jeugd van KV Mechelen doorlopen.
tot zijn 15 jaar. Leuk om dan in KV Mechelen wedstrijd met zijn Eupen te spelen. Zo zijn er nog wel enkele. Zo is ook Rune Paashuizen, centrale verdediger bij Eupen. En opgeleid bij KV Mechelen. Heeft hier vorig jaar nog maar gratis weggeplukt door Eupen. En nu dus basisspeler achterin bij de Pandas uit Eupen. Cindy Walsh. Rechter flank wordt goed vastgezet door Van Genechten. Oppassen. Konaté, knap. Meteen 20 minuten lang al goede acties getoond, Konaté. Duidelijk kan je nu al stellen een aanwinst. Foulon, de linkerflank. Nog niet al te veel bezig gezien vandaag. Rapti. Goed looplijn geswitcht met Nicolas Storm. Na Storm vraagt er voor meer tempo aan Beets en Van Herbergen, de centrale as. Al zien zij niet meteen een oplossing, lijkt het. Beets en dan wordt het maar weer naar Foulon. Kan hij gaan opbouwen met Heijermans, die dan de linkerflankjes gaan postvatten. Probeert toch wel vaak over de linkerflank te combineren. Nu misschien een beetje ruimte als de loopactie volgt. Nee, ook niet. Wordt goed vastgezet door Eupen. Doet het voorlopig een verdedigend opzicht zeer goed. Knappe partij van de Pandas onder de nieuwe trainer Kohfeldt. Duitser die ook al trainer was in de Bundesliga. Werder Bremen en Wolfsburg. We zien hem hier op zijn spelerscoach op dit moment. En dus terechtgekomen bij Eupen. Op een iets lager niveau dus dan de Bundesliga. Maar zijn start heeft hij alleszins niet gemist. Met die 10 op 15. De sfeer lijkt mij goed te zitten bij Eupen. Na minutenlang balbezit bij KV Mechelen. Een slechte pas van Van Lerbergen. En zo balbezit voor Eupen. Die heeft bij elkaar discipline tonen. Applaus voor elkaar. Goed verdedigd. Minutenlang balbezit behouden. Maar ja, KV Mechelen balbezit gegeven. Ik ga daar niets uit computeren. Nu zelf opbouwen, kijken hoe dat verloopt. De bal is snel kwijt. Snel weg van de voet van Isaac Nuhu. Die hier op de linkerflank is gaan postvatten. Met Maratti nu en Walsh. En Bates, Foulon. Ook een nieuwe spits. Bij Eupen in de ploeg met Milos Pantovic. De week nog maar gehaald en meteen is in de basis gedropt door Kohfeldt. Hoe even kijken, Heijermans. Opzij liggen Heijermans zelf, ongekraakt schot. Die Heijermans, grote kans. Zo op zijn verdediger, ter hoogte van het penaltypunt moet je meer mee doen. Geoffrey Heijermans. Had daar beter uit moeten draaien. En dat schot met zijn goede linker. Daar had meer kracht voor kunnen zitten. Dat is jammer. Dit is knap, maar Rapti schoof. En Foulon opgeschoven op links. Goede voorzet, Lauberbach. Eerste keer kopkans voor Lauberbach. Storm met de afvallende bal. Moeilijk, korte ruimte. Moeilijk combineren. Baye ertussen. Oppassen op de counter nu. Fimbo Gasson trekt zich op gang. Foulon goed ertussen. En dan de counter, ja. Schoof. Even kijken, bal naar Heijermans. De beste optie. Kan hem niet controleren, Geoffrey Heijermans. Dat is de Fim Bogason. Als is daar ook weer meteen de bal kwijt. Het gaat nog niet vlot in aanval bij Eupen. Cindy Walsh dan maar. En Heijermans. Heijermans, dat gebied. Lauberbach kan er niet bij van de bal. Schoofs. Over het doel van Slonina. Dan gaat dat risico moeten nemen, Schoofs. In één keer op de sloven. Dan is het vaak alles of niets. Dit keer werd niks. Met zijn traptechniek kan je niet op zoveel tijd dat hij het probeert. Rob Schoof. Zo weer balbezit bij Eupen. Probeer nu wel van achteruit op te bouwen met Paulson. IJslandse international. Ervaren man van 32. Ook nog maar net gehaald deze zomerperiode. Is van Mercato. Dan Foulon dan. Bates. Zo zijn we weer achterin bij KV Mechelen. En, Van Lerbergen en Walsh. Zo heb je de defensie gehad. Dan is normaal gezien de volgende stap het middenveld. Het gaat weer naar Foulon. Strakke bal van Lerbergen. Moeilijke controle. Nu misschien Storm.
even zijn man opzoeken, maar is het te ver van het doel. Moet weer naar de middenlijn. En gaat de bal weer achteruit. Richting Sandy Walsh. Konaté die zich aanbiedt, krijgt nu ook de bal. De loop van Mori Konaté. Nu misschien Hermans. Goed door de benen. Mrabdi. Nog eens doorsteken. Lauberbach. Knappe aanval. Lauberbach met een... ik weet niet of het een fantasietje of... En daar even over zijn voeten viel. Ik wilde de achterlijn halen. Het ging dan opteren dan maar best voor de voorzet. Het werd een stifter rechts voor zich uit. En zo belandde een bal naast het doel. Het ervan op... zag er heel raar uit. Het zal van op beelden nog raarder uitgezien hebben. Vreemd wat Lauberbach daar deed. Zo'n kansje verkwanseld. Van Lerberg autoritair in de lucht. Verdediging staat goed. Nu de sprint. Walsh oppassen. Isaac Nuhu is snel. Linkerflank. Snel in goede voeten. Zoekt Walsh op. Geen overtreding. Geen goed gezien per put. En dan Konaté. Met zijn lange benen kan hij eens opschuiven. Voor de bal op Rapti. Kan de snelheid in de counter brengen. Storm. Het wordt een 1-op-1 met zijn rechtstreeks opponent. Manje. Die zal het vandaag nog een paar keer moeten doen. Lauberbach wordt niet bereikt. Oh, dit is wel knap. Naar Pantovic. Goede bal van Fimpo Gasson. Kan wel eens een leuk duo worden. Twee ervaren mannen met een aantal brieven in de Bundesliga. Pantovic bij de Bundesliga heeft hij niet gehad met Bayern München, wel met Union Berlin. Dat is ook een knappe prestatie. Scoren zelfs dit jaar nog in de Bundesliga, dus was daar wel een vaste waarde als invaller. Maakte daar wel zijn minuten, dus nu toch naar Eupen. Om hier dan maar de ster te worden, om het zo te zeggen. De absolute zomeraanwies en de rol van Preveljak wat over te nemen, wat hij afgelopen jaren deed. Met belangrijke doelpunten toch Eupener. Soms comfortabel en soms op in alarmfases erin inhouden. Van degradatie behoeden. Eupen mag misschien dit seizoen wel op meer mikken. Ze willen dolgraag. Ik hoor nog een uitspraak deze week. Of afgelopen weekend, afgelopen speeldag van Koopveld. Waarin hij zei dat ze dolgraag de play-offs willen halen. Daarmee bedoelde hij, play-off 2 nemen we aan. De degradatie play-offs. Lijkt me niet meteen een ambitie. Hoe kon dat iets gemakzuchtig dit? Nuhu, moet hem afgeven. Nuhu gaat voor eigen succes. Nee, dat is de verkeerde keuze, Isaac Nuhu. Foute keuze. Had daar echt wel bal moeten afgeven aan Pantovic. Die had een betere positie nu dan Pantovic. Goede voorzet. Gewoon haalt hem eruit. Maar had hij nog op tijd? Jawel. Wordt op applaus onthaald, deze bal van Brabdi. En Lauberbach, kan hij beginnen aan een sprint? Vastgehouden, ja. Goed gefloten door Bert Put. Een uitbrander voor Brendan Pai. Terecht lijkt me dat. Kan eerst de Belg op het middenveld van Eupen. Ging daar aan Lauberbach hangen, die niet aan zijn sprint kon beginnen. Jammer voor de counterkans van KV Mechelen. Al was het... wel nodig hier. We gaan nog vroeg in de partij. Klein half uur gespeeld. Dus overigens nog geen gele kaart, dat niet. Schoofs, Storm, knap aan Paashuizen. Goed gelopen. Dus Keita die uit de ploeg is verdwenen. Slachtoffer van de aanwinst Pantovic. En dus een iets aanvallendere ploeg. Keita niet de meest aanvallende... middenvelder, niet meest aanvallend ingestelde voetballer. Was vooral een box-to-box middenvelder. Nu toch knap om dat dan als te vervangen als koop zijn met een spits. Toont ook wat flexibiliteit van het systeem. Met de 10 of 15 kan je de risico's misschien ook wel nemen. Steven de Voorde dus wel aan het vastleggen van de afgelopen weken dat heel goed leek te werken. En voorlopig ook werkt, moeten we zeggen. De betere ploeg KV Mechelen in eigen huis. En een goed volgelopen stadion lijkt ons ook. Het is dan misschien maar Eupen. Het is wel een zaterdag op een kwart na zes aftrap. En een goed weertje om naar het voetbal te komen kijken. Zalig, de zon hier meer en meer het veld verlaat.
en straks achter de horizon kan verdwijnen. De Voer strakke aanwijzingen geven aan Koeken. Wil iets meer verticaliteit in het spel zien. Iets meer drang naar voren via het middenveld. Wat al vaker het succesrecept van KV Mechelen is gebleken. Mrabti, dit is knap. Kerim Mrabti weer aan de mouw getrokken. Niet zo'n grote balvoordeel gegeven. KV Mechelen nu in de opbouw. Sandy Walsh. En Geoffrey Heijermans. Heijermans met Mrabti. En Dan Foulon. Nu ook weer hij aan de bal. Bates, het is minutenlang balbezit van KV Mechelen, dat vooral. Met Nicolas Storm. Kan hij eens een actie maken of schiet zelf? Oeh, afgeweken bal. Oh. Afgeweken bal en Paashuizen verschalkte daar bijna zijn eigen doelman. Slonina kon de bal nog maar net naast zien gaan, maar zowel de hoekschop voor KV Mechelen. Ze hebben nog niet al te veel gezien. Het is aan de kant van de KV Mechelen supporters. Aan de overkant zien we een niet al te gevuld uitvak. Aan de beide supporters van Eupen. Dat is met een paar trommels. En wat zal het zijn? Een man of 40, 45. Die hun ploeg aanscoren. Goede hoekschop. Bates. Aanvallend naast het doel van Eupen. Toren daar wel boven Paashuizen uit. Maar daar kwam niets van. In de hoogte wordt het spel door Paashuizen even stilgelegd. Lijkt iets aan het hoofd opgelopen te hebben. Ik denk dat het een ideaal moment is om er heel even aan te gaan voor een korte rituale break. En dan wordt ze meteen graag terug. Deze gaat het echt wel uit waar de stad steeds 0-0 is. Ja, we zijn terug. Een kleine break. Ik hoop dat u mij nog steeds goed hoort daar in de huiskamer van waar u ook luistert naar het live verslag van deze match. KV Mechelen, KS Eupen. Even deze aanval van Eupen volgen. Pantovic in de 16. Niet te veel ruimte geven. Oeh, trap daarnaast de bal. Het was Manier, daar kwam ingeglijden. En oef! Het was een afvallende bal. Konaté en Foulon gingen er beide voor. Week zo af. Op een van de twee. En ging dan maar net naast de kooi van Koeken. Kleine miscommunicatie daar. Zo een hoekschop voor Eupen. En het eerste echte gevaar misschien wel dat we van Eupen gaan zien. Toch enkele stevige verdedigers mee. Hier is de hoekschop. Die gaat verder door naar de tweede paal. Walsh kopt hem weg. Wie is eerst op de bal? Schoofs overtreding, jawel. Dat leek mij een duidelijke overtreding. Het was de Jentel van Genechten die de countermogelijkheid wou afbreken. Die dat op een foutieve manier leek ons te kloppen. Hier is Bates, Heijermans. We zijn weer aan het opbouwen. Kan het dan misschien eens wat sneller naar voren? Lijkt er op het moment niet op. Bates en Van Leerbergen. En Sandy Walsh. Dan gaat het naar de overkant, naar Dan Foulon. Ligt daar dan misschien wat ruimte? Geoffrey Heijermans. En David Bates. Dit is een lange bal naar de storm. Moeilijk om die achter Manier te krijgen. Nee, dat lukt ook niet. Goed teruggekopt van Manier naar zijn doelman. Daar is Paulson naar Finn Bogason. Nou, als hij de bal niet controleert, moet hij zich op gang trekken. Dat is op zijn leeftijd al iets moeilijker. Heeft niet meer die snelheid die hij had van toen hij in Lokeren speelde. Was snel een target spits. Nu is het echt een kansafwerker geworden. Dus lukt niet in een sprintduel met David Bates. Oeh, een overtreding, ja. Want de overtreding op het overzicht gekregen van Brendan Pai nu. En Van Leerbergen en Mrabti. Doorgeven met Sandy Walsh. Heeft er even hoog op het veld postvatten. Ging voor de actie, dat is moeilijk. De bal blijft wel binnen. Daar is Van Leerbergen. En David Bates.
Die zegt duidelijk zoeken naar een opening voor KV Mechelen. Met Eupen dat goed gesloten houdt. In hun ondertussen gekende formatie. Die 5-3-2 waarbij heel veel geswitcht wordt naar een viermansdefensie. En een spits die terugzakt achter de andere. Moeilijk te controleren op dat gebied. Die ploeg van Eupen Stopzak is ook zoals nu met de 6 op een lijn terug. Dit is wel goed, Lauberbach. Mrapti, raakt hij erbij? Jawel, hij gaat de bal binnenhouden. Kerem Mrapti in de hoek. De zonnige hoek van het stadion. En daar is Mrapti. Met Lauberbach. Enorm werkende spits. Het is het ruitje nat maken. Dat is zijn motto, lijkt het wel, deze eerste. Het is zijn 6e wedstrijd nu. Dat is wat hij voorlopig goed doet, goed beheerst. Het is een werkende spits, een type Hugo Kuipers. Dan brengt hij nog de cijfers en het extreem goede afspeelwerk van Kuipers met zich mee. Het is wel een type waar Steven de Voer graag mee werkt in de spits en waar ook Storm en Schoof zijn beste op presteren. En zo ook deze Mrapti, kan hij zich dan doorzetten? Nee, en het wordt ook geen hoekschop. Je hoort misschien ook het achtergrondgeluid van het stadion. De sfeer er goed in, trommels gaan over en weer. Ook die van Eupen hebben er zin in. Met nog steeds de 0-0 op het bord. Doen ook zij graag mee met de punt, zullen zij er ook wel tevreden bij zijn. En een mogelijke 11 op 18. Blijven ze mooi aan top van het klassement meedraaien voorlopig. Bal over de lijn. Nuvu komt daar niet bij met zijn korte benen. Dan gaat de bal weer naar Bates. En Poulon weer aan het opbouwen. Het is heel veel gebrei. Deze eerste helft bij KV Mechelen. Grote kansen in het begin van de partij. Maar er is jammer nog geen verslag van te konden geven. Hebben we er een paar gezien. Met onder meer twee kansen die voorlangs gingen. Voor het doel van Slonina, waar nog meer mee gedaan mocht worden. Herman snel combineren. Schoof, wel goed gedraaid. Dan moet toch weer achteruit. Dat is Baye als persoonlijk handlanger. Bij Schoof plakt. Dit is geen goede bal van Walsh. Ah, Lauberbach daar iets te triest in gekomen op kapitein van Eupen. Boris Lambert. Moet hij daar niet laten vangen. Dat is door Lambert op ervaring opgelost, dan is hij ook nog maar 23. Wel kapitein van Eupen. En veel nieuwe namen in vergelijking met vorig jaar bij Eupen. Het is een nieuwe ploeg. Altijd goed met een nieuwe coach. Er zijn meteen jongens waar hij zijn mentaliteit en zijn systeem in kan slijpen. Lijkt hij voorop te doen. Dit is ook weer knap. Lambert. De flux van Hermans weggedraaid. Eupen had nu iets meer mee begint te voetballen. En de voorzet, komt die bij Noe terecht? Nee, Van Lerber is er net op tijd tussen. Dat was een nodig, Jordi van Lerbergen. Nodig om daar in te grijpen met het hoofd. Dat was een goede loopactie over de rechterflank van Manje. Manje die ook al enkele clubs nu jeugdacademisch op zijn konto heeft staan. Heeft de jeugdacademie van Anderlecht, Club Brugge en Genk onder meer gevolgd en voor die ploeg gespeeld. Het zal toch veel opgestoken hebben in die academie. Veel verschillende stijlen tegengekomen. Maar nu mag zij dus de huisstijl van de Oostkantons aan het leren. Zoals ik al zei, er zo'n 45 mensen de verplaatsing gemaakt uit de Oostkantons. Het Duits in het stadion viel meteen op toen we hier aankwamen. Toen enkele Eupen supporters hier passeerden. Paashuizen kan eens opschuiven. Een rol die hij niet gewend is, geeft bal dan ook maar snel af. Pantovic, het is wel knap. Net niet goed genoeg voor Fimbo Gaston. Koeken op tijd. Koeken is op tijd. En er zat iets anders op dan de bal gewoon wegkeilen in het nog net niet tweede vak. De tweede ring van het AFA-stadion. En weer achterin.
Paulson en Davidson nog niet kunnen vernoemen. De twee mannen met achternaam eindigen op Son achterin. Paulson is een Portugese IJslander, u hoort het goed. En Davidson een Australiër, excuseer. Oppassen, hier veel ruimte voor Van Genechten. Walsh was hem daar even kwijt. Goede voorzet Van Genechten. Als dat Foulon daar... Oh, Foulon, wat doe je nu? Eerste grote kans voor Eupen-partij. Kies voor Milot Pantovic. Dat is ook al beter afgewerkt. Tweede Duitse klasse. Foulon die daar dacht makkelijk de bal weg te koppen. Maar raakte wel enkel met het kruin van zijn hoofd. En zo belandde de bal gewoon Pardoes voor de voeten van Pantovic. Die had de scherpe hoek kon uithalen, niet twijfelde. Maar Koeker die dat wel door had en de bal wegbotste. In een hoekschop weliswaar. Hoekschop die hier volgt en het fluitsignaal van Bert Putt over die geen krijgt. De situatie is dus afgefloten. Dus we gaan het weer naar Foulon. Tempo is wat de voer vraagt. Samen met Walsh. Storm even naar binnen gekomen. Praat hij, het is goed. En Sandy Walsh. Maar dan, eens over de middenlijn zijn toch weer lastig. Toch weer moeilijk. Prapti, ook weer moeilijk. Het is zo lastig voetbal tegen dit Eupen. Verdediging in het opzicht gaat het voorlopig wel goed. Daar geven ze niet te veel weg, KV Mechelen. En de kansen die je dan krijgt, moet je iets efficiënter mee zijn. Dat zagen we ze doen onder meer 2 weken geleden tegen Union. Die geweldige 4-0 overwinning. En vorige week nog een geweldige comeback. Dus hopelijk wordt er vanavond weer zo'n mooi verhaal geschreven. Ah, Schoof gaat daar met Hermans kunnen combineren. Storm, dan moet de voorzet komen aan die hoekschop. Schoof gaat hij uithalen. Jawel, Rob Schoof. Ja, het stadion zag langs de achterkant. Zag het de bal al binnenvliegen. Vanaf ons hoek was het eigenlijk dat de bal enkele meters naast zou gaan. Het was een goed schot. Dan goed wat lucht mee bleef doorstijgen tot een hoogte die hem net onder de kruising zou brengen. Iets te veel naar links gemikt dat schot. En ook de eerste keer dat Bert Putt moet ingrijpen achterin bij Eupen. Want de eerste helft maar wordt toch al goed wat tijd gerokken door Slonina en zijn kopanen voor hem. Storm druk zetten. Komt er dan wel uit Pantovic? Nee, toch weer Foulon. Vaak Dan Foulon die een goede actie in zich heeft. Met Paulson. En zo ook Davidson. Bij. Nu ook weer aan de bal. En dan moet het weer naar Van Genechten hier. Kan hij weer even opstomen? Nee. Voor de bal achteruit naar Davidson. En Paulson. Weer een balbezit voor Eupen. Op slag van rust. Het bord van de vierde scheidsrechter gaat niet de lucht in. Aangezien er geen extra tijd is. En er is zo meteen het luchtsignaal van Bert Putt. Scheidsrechter die een aangename eerste helft ten einde brengt. Met enkele kansen van de kant van KV Mechelen. Maar nog geen doelpunt kunnen noteren. Zo hoor ik u graag straks terug voor de tweede helft. Dus KV Mechelen en Eupen met de stand nog steeds 0-0 na een aangename eerste helft. We gaan even live terug naar het AFAS-stadion in Mechelen voor de wedstrijd KV Mechelen-Eupen de tweede helft. Stef? Ja, inderdaad. Welkom terug bij deze tweede helft waar we zo'n minuut onderweg zijn in KV Mechelen-Eupen. Met een wissel die we kunnen noteren aan de kant van KV Mechelen. Tegenwoordig was de wissel bij Steven de Poer in het inbrengen van Rafik Belgami. De auteur van een wondermooi doelpunt. 2 weken geleden tegen Union, weet u nog. En Walsh, die zijn rechtsachterpositie moest afstaan. En Delgado, die dus opeist voor de tweede helft. We zagen meteen wat gevaar aan de kant van KV Mechelen met Prapti, die net niet bij een goede doorstek was, kon. Net niet oog in oog kwam te staan met Slonina. Meteen weer aanvallende intenties duidelijk bij KV Mechelen. Dat hier de 3 punten wil thuishouden. En daarmee een enorm goede zaak zou doen in het klassement. Hermans aangetrapt, mag door met de bal gegeven.
Storm, dit is moeilijk. Storm houdt hem wel nog binnen, knaap, Nicolas Storm. En nu dan met Manje, 1-1. Ook goed, de voorzet, Lauberbach, Hermans. Net te hoog, die voorzet van Nicolas Storm voor Geoffrey Hermans. Kon daar net niet bij de bal. Ja, maar dan een goede actie van Storm, die zo niet beloond wordt. Sfeer ook meteen weer goed in. Wij gingen naar de tweede helft, met het thuispubliek het weer achter zijn Frans gaat staan. 13.056 maar liefst. Opgekomen naar het AFAS stadion voor deze partij. 13.000 mensen die hier de drie punten in Mechelen willen zien blijven. Foulon, de voorzet. En eruit gaat door Manje. Het is een halve belegering meteen van KV Mechelen. Meteen de aanval vooruit. Meteen dat eerste doelpunt willen in de tweede helft. En zo wat comfortabeler achteruit kunnen leunen erna. Misschien wel op zoek naar het tweede. Maar goed, eerst kijken hoe ver ze komen bij het eerste. Daar een echte grote kans voor creëren. Storm. Moeilijke bal. Lauberbach, kan die daar voorbij? Nee. Hermans, wat miscommunicatie achterin, maar het wordt opgelost. Konaté met een gelukje, maar wel goed. Schoofs uithalen, tuurlijk Rob Schoofs. Afvallende bal is voor Brapti. Brapti goed meegenomen, net te ver. Schoofs kan hij nog eens uithalen. Storm alleen, Belgali dan. Voorzitter Belgali is goed. Lauberbach achter het steunbeen, net niet. Nog eens Konaté. En Foulon schieten, dan Foulon, goede bal. Wat een geweldig team van KV Mechelen. Een oorverdovend applaus. Een aanval in, wat zal het zijn geweest? 5-6 golven. Ik denk een zestal ballen op doel. En een geweldige sfeer hier in het AFAS stadion. Al mag er een van die ballen wel in. Paashuis gaat hem nog eens goed leggen. Nee, dit is, mag toch snel een gele kaart opleveren, die tijdrekken. Dat hebben we nu eigenlijk allemaal gezien. Storm, Braaf, die probeerden het, Schoof probeerden het en ook Poenol. Uiteindelijk die bal voorlangs. Maar wel weer heroverd nu door KV Mechelen. Bal zit en Jordi van Lerbergen. Met Konaté. Konaté die moet combineren. Loopt er makkelijk geen Bogasson eruit. Nee, het is een leuke partij. We hadden ook wel gerekend op wat doelpunten misschien. Zeker is het één doelpunt van KV Mechelen. Want in alle 14 matchen die het spelen tegen Eupen. Ja, de recente geschiedenis scoorde het minstens één keer. Een leuk statistiek voor de KV Mechelen supporter. Het zal misschien ook door Steven de Voer aangehaald zijn. De ploeg die in goed moet liggen. Al moet je ook oppassen voor Eupen hier vandaag met een 6-6 in uitwedstrijden. Dit seizoen begonnen. Is een sterke ploeg buitenshuis. Maakte ook al 4 doelpunten in die 2 wedstrijden. Kregen vooral nog maar 1 doelpunt tegen. Dus het is Eupen dat weinig doelpunten slikt. Mechelen dat er wel geregeld eentje maakt. Zeker in Huygens. U kent de thuisreputatie. Doelsaldo van plus 3 dit seizoen. KV Mechelen in eigen huis. Kan toch al tellen na een paar thuiswedstrijden. Al zit die match van 4-0 tegen Union daar natuurlijk voor een heel groot deel in. Die speelt enorm zwaar door. Nu Brapti met 4. Goed aan de tweede paal, maar Slonina. Knap. Als hij gekocht wordt door Chelsea. Als jonge Amerikaan heb je toch talent in het doel. Die verstel je niet zomaar. Gabriel Slonina. Opgejaagd, Pantovic. Foulon, vol erop, ja. Loopt voor elke meter dan, Foulon. Loopt rond alsof hij 3 longen heeft. Raakt nooit moe, zal nooit zijn tegenstander laten lopen. Vecht voor elke bal in één keer op in aanvallend opzicht als hij druk kan gaan zetten. Laat zijn rechtstreeks tegenstander niet los. Beet, meteen weer bal zit voor KV Mechelen. Nu misschien Beet, hoe zetten daar geen Bogasson aan? Jawel. Alleszins zo geïnterpreteerd door Verput. Met Bay. Kan er even rust in de ploeg sluipen bij Eupen. Paashuis en Manje. Manje. Met Pantovic die gaat lopen. Had niet helemaal door waar de bal zou komen.
uiteindelijk wel, wanneer hij naar rechts, zeker niet naar links. Maar gewoon weer er goed tussen. Dus een bal voor Eupen, jawel. Inworp voor Gary Manier. Manier die ook al als rechtsachter 2 doelpunten en 1 assist gaf dit seizoen. Meer topschutter bij Eupen. Zo zijn er wel een paar met 2 doelpunten. Zo ook Charles Cook, die heeft de bankplaats nam vandaag. Ook Isaac Nuhu en Van Genechten maakt al 2 doelpunten. Charles Cook die we misschien nog wel van de bank zien komen. Want, aan beide kanten zien we 4-5 spelers opwarmen. Niet waar wanneer Steven de Voer zijn tweede wissel doorkomt. In aanvallend opzicht dan. Belgali is een aanvallend ingestelde rechtsachter, maar het is ook vooral een 1-op-1 wissel met de type Sandy Walsh. Wanneer we een echt aanvallende wissel gaan zien, dan verwachten we in eerste instantie toch Patrick Flukke. Kan je het al zijn na 1 wedstrijd publiekslieveling? Met die comeback bij Westerlo viel in. In de tweede helft meteen met 2 assists. Enorm beslissend en ook een fantastische assist op Lauberbach vorige week tegen Westerlo. Speelt zich zo meteen in de harten van de KV Mechelen fans. Nu wel op oppassen. Nuhu, oh, goed gegeven Nuhu van Genechten. Haalt de achterlijn, maar buitenspel bij de doorstikpaas naar Van Genechten. Iets te lang gewacht door Nuhu. Belgali nu, als het snel gaat, is razendsnel Rafik Belgali. Nou, Hermans iets minder. Die zal het wel op combineren houden. Geoffrey Hermans. En Bates. Met Rob Schoofs. Schoofs naar Poulon. Geen al te beste bal. Lauberbach kan daar niet bij. Paashuis en Paulson die opruimt. Ook weer aan de bal, Paulson. En Manier, het gaat al zo vaak via Gary Manier. Nu dan toch eindelijk de andere kant opgezocht. En Nuhu die combineert met Davidson. Davidson, deze Australiër, die begon al in Nederland speelde in Kroatië. Een beetje een wereldreiziger op dat vlak. Net als zijn maandje achterin, Paulson, de IJslander. Speelde in Amerika. Ik kan het over de Amerikaanse competitie praten met zijn doelman achter hem. Maar ook hij speelt al in Nederland bij NEC Nijmegen. En ook in Duitsland. Het zijn ervaren rotten die ze gehad hebben. Om zo Paashuis wat meer in te lijven achterin. En zo wat ervaring bij te brengen. Een snelcursus. Verdedigen als het ware. Oppassen, Van Leerbergen. Is een goede traptechniek gebruiken, maar nee, die bal opstormen met goede bedoelingen gegeven, maar absoluut niet goed uitgevoerd. Ik voel niet dat die makkelijk kon oprapen. Van Leerbergen dan maar. En nog eens Van Leerbergen, knap. Hermans. Net niet. Oeh, oppassen Van Leerbergen. En Nuhu, ja, Nuhu is sneller. Nuhu is sneller. Beetje ertussen komen. Beetje ertussen. Knap gedaan. En uiteindelijk nog een de bal leek van hieruit over de achterlijn getrapt te worden door David Bates. En zo een hoekschop te worden voor Eupen. Maar het was een vertekend beeld. De bal ging heel traag door de lucht. En uiteindelijk belandde hij zelfs nog in de handen van Koeken. Geen terugspeelbal, want een verdedigende actie. Niet met opzet om de bal terug te spelen naar zijn doelman. Nu niet worden voor Eupen, nee. Het is toch voor KV Mechelen nog even afgeweken op de voet van Van Genechten. En Bates. Poulon. Nou, zoeken naar de opening. Het staat weer goed vast achterin bij Eupen. Van Leerbergen. Met Belgali. Nou, die zit fris. Kan misschien met een 1-op-1 actie wel wat forceren. Zo'n actie die je kan verwachten van hem. Met zijn doelgerichtheid. Nu is het oppassen, want wat achteruit stikt bij KV Mechelen heel vaak. Over elke stationnetjes. Tot Eupen komt druk zetten. Schoofs en Van Leerbergen. In een match die dus wel gecontroleerd wordt door KV Mechelen. Waarbij de echte grote kansen uitblijven. We zien recht voor ons Steven de Voer. Als we naar beneden kijken. In
gedrukte positie toekijken, staren naar het voetbal van zijn ploeg. Je ziet iets te veel stilstand op dit moment. Iets te veel Foulon, Beets, Van Lerbergen, Belgali. Iets te veel die combinatie die maar terugkomt. Dus geen drang naar voren. Al sinds geen oplossingen naar voren. Van Lerbergen weer schoof. Tot de man die het moet forceren. Maar ook hij wordt goed vastgezet. Nu misschien Heiremans. Flanker zo sneller. En die komt er ook niet uit. Ja, de voer geeft nu aan Foulon. Nu moet het snel. Storm, Mrapti. Foulon nu doorgeven. Lukt ook niet. Dan is het Mrapti, Heiremans. Dit is wel goed geswitcht. Dit is goed gevoetbald. Maar de bal van Lauwerbach is uit de zwak. En de overtreding, jawel. Heiremans geeft aan dat er niks van aan was. Leek mij toch aan het truitje van Pantovic even te hangen. Spits van Eupen die was teruggetrokken. Die zich iets meer achter Fimbogason geposteerd heeft. En nu wordt het toch wel wat overdreven aan de kant van Eupen. Paashuizen die gewoon de vrije trap moet nemen. Die klaas er maar dan toch op het laatste moment plaats voor Paulson. Om nog wat tijd te rekken. Dat gebeurt toch iets te vaak. Dat Eupen de doet wat mij betreft. En Manje op de uitgezeten door Nicolas Storm. Paashuis dan maar. En uiteindelijk ook Davidson. Zo de achterlinie van Up is zo weer even opgefrist. Davidson en dan maar Paulson. Dit is een goede bal. Die moet opgevangen worden door het middenveld. Nee, schoof ze even uit positie. Pantovic oprukken, Beets. Goed doorzien. Dan de counter misschien wel. Is daar heel even de counter mogelijkheid voor schoof. Dit moet een goede bal zijn. Oh, miscommunicatie. Jammer, tussen Lauwerbach en Mrapti. Dachten beiden aan een goede loopactie. Dat de anderen de bal dan wel kon meenemen. Ja, wanneer die beiden van de bal wegloopt naar links en naar rechts. Komt de bal in de voeten van Lambert terecht. Die combineert met Davidson. En ook met Van Genechten. Van Genechten en Davidson. Lange bal, nee. Iets tussen de linies. Een schot aan misschien van Fimbogason. Hij gaat op wandel, Albert Fimbogason. Toch nog wat fluxer dan verwacht. Al liep het bij Mandri. We verdedigen 3 wel mis. Belgali vraagt de bal, want ook hij weer even ruimte. Nuhu die wat centraal blijft staan. Want het spiegelbeeld van Pantovic is geworden. Fimbogason voor, of als spits voor de 2 uit. Het staan eigenlijk als 3 centrale spitsen. Nee, het is geen overtreding. Oh, fout hem wel. Leek mij van Lauwerbach geen overtreding. Een stevige snoepduik geeft Steven de Voer aan. Was het Manje? Ik denk het niet. Het was toch Pantovic die weer even kwam uitgezakt. En dan wordt hij weer opgelapt door Paulson. Met wat nodige gebaren. Om toch nog wat extra tijd te rekken. Mag toch niet te lang meer duren. Scheidsrechter Bert Put dat er geen gele kaart volgt voor dat tijd trekken. De volgende keer ook, dit is wel knap. Manje, ik wilde zeggen de volgende keer. Konaté. Ja, nog niet veel gezien na zijn goed begin. En tweede helft ook nog niet. Het is wel een tackle. Een stevige tackle van Manje. Nu de counter. Storm met een knappe actie. Dan gaat het snel. Belgali. Maar dan toch weer te traag. Belgali afgeweken op Van Genechten. Meteen weer verdedigend standpunt innemen. Lambert, als hij goed wacht, Konaté wordt er zomaar uitgelopen. Lambert op wandel. Kan uithalen Lambert en dat is niet zijn sterkste punt. Maakt dat hier duidelijk. Ay, Konaté is aan het krampen. Of een blessure. Ay, ay, ay. Mori Konaté. Het zal toch niet. Zijn eerste basisplaats. Is Schoofs gaat niet wat duwen tegen de krampen. Het wordt gewoon een... lijkt mijn blessuur te zijn voor Konaté. Nu wel weer rechtgetrokken door Van Lerbergen. Ja, natuurlijk weinig wedstrijd. Die mocht vorige week tegen Westerlo wat minuten maken. Dan hem hier meteen de basis erop. En een volledige wedstrijd lijkt me toch wat... iets veel van het goede. 64 geeft aan. Jongens, niet te veel drinken, niet te veel pauze nemen. Gewoon voetballen. En vluggen.
Dus de tweede wedstrijd die we gaan doorvoeren, liever bij KV Mechelen. Patrick Plugge gaat in de ploeg komen. Na een balbezit voor KV Mechelen. Dan moeten we nog even wachten op de nieuwe Duitser. Oké, man, die zomers van de Zwijs van KV Mechelen met dus alle twee assists achter zijn naam. We gaan even de schoenen controleren. Hij staat klaar met zijn... Dan kunnen we het nog plan doen met deze heren. Een beetje verfde kapsel. Foulon twijfelde over de doorsteekpas. Dit is een fout van Manje. Mag doorgaan. Oh, dit lijkt me toch een overtreding. Pai, die wat rond zijn as draait. En wat tijd heeft aan zijn ploeg op te schuiven. Van Genechten. Vindt daar even wat ruimte op die linkerplank. En Belgali. Belgali, goed. Van Lerbergen, knap hoor. Solide. De lange bal, Lauberbach. Gaat die snel. Maar een sprint tegen Paulson, zit dat erin? Hij heeft de bal wel mee. Moet dan heel even achteruit naar Belgali. Zo is de angel er heel even kort uit. Nee, het is... angel toch even uit de aanval. En ik heb er ook even nog kort uit kunnen voor... een reclameonderbreking, ja, door het spel op neer waren we het even vergeten. Ik hoor zo meteen, na de reclame, meteen graag terug voor een nog leuker verdere verloop van deze wedstrijd. Maar nog steeds 0-0 op het scorebord. Inderdaad, een hoekschop zo net gezien, maar een aanwezig begin. Dus volgens mij staat er niks van aan. Ik doe een stevige duw in de rug van Frans. Daar zijn er eerst moest komen. Dus er is ook... Ook gewoon goede aanvallers, zo snapt hij. Maar is ook deze Duitser, Patrick Plugge. Goede bal, Plugge. Meteen een voorzet van hem. Brengt toch wat schoen. Weer in de ploeg bij KV Mechelen. Maar met ook nog Storm, Hermans en Lauberbach op het terrein. Zouden een doelpunt toch niet al te lang meer mogen uitblijven. Voor de tijd begint te dringen. Op de counter wordt nu wel oppassen voor een... Het kan voorlopig kan ontschrijven als een uitgekookt Eupen. Fimbo Gaston, gaat hij uithalen? Nee. Al even niet meer gezien. Pantovic van op de flank. Nou, voorzet naar... geen idee waar, naar de tweede paal. Dat wel, maar geen idee wie daar moest zijn. Er was alleszins wel verteld niemand. Hermans, Belgali. Zit al zo goed vast daar achterin bij Eupen. Meteen weer die... vijfmans defensie, vier man ervoor. Foulon misschien nu. Geen al te beste controle, nog wel het balbezit. En een schoof. Kan het snel naar Marafti? Nee, het wordt een voorzet. Hermans kan doorkoppen naar Plukken. Hermans links uithalen, nee. Met zijn rechter nu dan links draaien. Hermans, Slonina. Was een mogelijkheid toch wel. Ik heb ze iets te gemakkelijk zijn... rechtstreeks tegenstander van Genechten uit. Dat daar misschien iets meer ruimte dan hij verwachtte. Nee, nu moet je echt een gele kaart geven, Bert Put. Dit tijdtrekken is niet... niet meer te doen op dit moment. Schoofs, Lauberbach uit buitenspel teruggekomen, denk ik. Jawel. Klopt, goed gezien. Maar ja, dan weet je dat er ook weer dat tijdstrokken kan worden. Een overdovend fluitconcert was het even. Deze was flink de hoogte en nu nog eens. Nee, dit is echt niet meer oké, Bert Put. Kom aan, hier moet ik toch wat durven ingrijpen. Al is het voor een doelman, al is het voor een centrale verdediger. Moet je durven ingrijpen als scheidsrechter. Wel de bal weer bij Koeken. Aanvallend maken ze niet... niet meer klaar, Eupen. Lijken ook naar het einde van hun krachten te gaan. Belgali, goede sprint. Plukken. Goed meegeven. Belgali geeft hij terug of gaat de achterlijn halen. Ja.
koos voor de tweede. Al was het niet ook de aangewezen optie. Draaide wel het minst goed uit. Ja, de andere optie zullen we nooit weten. Maar deze bal belandde gewoon over de achterlijn. En u hoort ook thuis aan het fluitconcert dat er weer wat tijd getrokken wordt. Paashuizen. Bates, ja, zo'n ballen moet je me, zo'n lange ballen ziet hij wel graag komen. Even een misverstand, Manier. Zit er goed bij Heijremans, Storm en Lauberbach. Met een overtreding, nee, oh, bal gespeeld. Volgens Bert Put. Zou je er eens willen zien? En dit dan wel, nee, dit is helemaal verkeerd van Bert Put. Dit is echt, ja, de spel gaat aan het uitlopen bijna. Het is toch een van de laatste 5 minuten aan het fluiten, Bert Put. Tijdrekken mag gedaan worden door de spelers van Eupen. Maken daar gretig gebruik van. Dit was gewoon geen overtreding. Het was een counter voor KV Mechelen afblazen. Maar achter die er echt niets deed bij zijn tegenstander. Belgali nog maar eens. En Flukke. Dan is het Mrapti en Bates. Ze zijn 1:70 gepasseerd. Ik heb wel vooruit hier vanavond in het Afrastadion. Nee, in Schoofs. Altijd maar weer op Schoofs. Belgali, jawel. Die ook hoog opgeschoven staat nu. Wisselt wat af met de plukken op die rechterflank. Dit is knap. Belgali kan de bal. Nee. Net niet binnen kunnen houden. De bal van Flukken was net iets hard. Wanneer we tegelijk de eerste wissel gaan krijgen. Aan de kant van KV Mechelen. Of van Eupen, excuseer. Dus zoals al voorspeld, Charles Koek. Die in de ploeg gaat komen bij de ploeg van Patrick Koveld. Charles Koek die voor Nuhu het veld gaat betreden. Isaac Nuhu die zich niet kon doorzetten vandaag. Hadden we iets meer van verwacht, toch een van de sterke jongens bij Eupen. De vinnige flankaanvaller, de vinnige aanvaller uit Ghana. En nu kijken wat Charles Koek kan. Ook een iemand die constant op een verdediging kan wegen. Al 2 doelpunten gemaakt dit seizoen. Bates dan. Terwijl we hier even een vest moesten wegslaan. Excuseer als het geluid daardoor even wegviel. Flukken, afvallende bal. Ook niet Heijremans. Uithaal dan maar Flukken. Nee, zoeken naar een oplossing. Flukken krijgt de bal niet bij Foulon. Jammer. De draai zit er wel degelijk in bij Flukken. Foulon moet weer even wat vuur aanwakkeren. Ja, Flukken moet de bal laten liggen voor Eupen. Die zijn niet echt happig op de bal op dit moment. De voer gaat nog maar geven aan Manier. En dan gaat het weer achteruit richting Rune Paashuizen. Paulson en Davidson. Flukke die kan gaan jagen. Moet nog 20 minuten de ziel uit zijn lijf lopen samen met die andere invallers. Nou, weer een overtreding gefloten op Charles Koek. Mrap die is niet degene die heel snel een overtreding maakt. Zeker niet op zo'n domme positie. Het is weer wat seconden tijdwinst die aan Eupen heeft. Die zij kunnen gebruiken om wat eventuele punten over de streep te trekken. Ook knap gedaan van Pantovic. Bates heel even meegenomen. Van Lerbergen, goed ertussen. Dan wordt het weer Pantovic tegen Bates. Maar de bal gaat over de zijlijn. Dat betekent bal zit voor HS Eupen. Zo wordt hier natuurlijk gewoon uitgesproken. Want de Duitse journalisten hier, die graag kunnen Eupen hier minstens een punt willen zien pakken. En mee toch de verrassing van de competitie willen zien blijven. We zijn nog niet ver, maar een Eupen en Sint-Truiden. Toch verrassende ploegen die het verrassend goed doen. Net als Cercle Brugge, dus die het ander ligt voorlopig de leiding delen. Weer op aanvallend vlak niets klaargemaakt daar. Terwijl Steven de Voer instructies meegeeft. Lijkt aan te geven aan Malede. Zometeen wil ik je vooral enorm hard zien lopen.
veel 100% sprint zien trekken. Die high intensity looplijnen mogen gevolgd worden. Een kwartier om jezelf te bewijzen. En dat zal moeten doen om hier zijn KV Mechelen ook 3 punten te moeten of te zien pakken. Nu Lauberbach kan er ook niet bij. Belgali, af van de bal. Ja, doe maar, Rafik Belgali. Ah, ook weer net over de kooi van Slonina. Vlukken met de handen wijd, want had ook weer naar hem gekund. Nee, in deze leuke partij gaan we weer heel even onderbreken voor een commerciële boodschap. We zijn de 75e minuut net gepasseerd. Is er wat tijdgerek van Neuper, dus dan hebben we nog wel even tijd. Nog steeds is 0-0 en de tijd begint toch wel stil aan te dringen voor KV Mechelen. En voor het laatste kwartier van de wedstrijd KV Mechelen-Eupen gaan we nog even terug naar het AFAS-stadion, naar Stef. Stef, ben je daar? De derde wissel net doorgevoerd. Zie je nog wegkwantel achter het doel van Eupen. Joppy Heijdenmans die het veld verlaten heeft voor Jonas Maledi. Heel even het publiek laten horen. Dat is weer als één man achter zijn ploeg gaan staan. Dan weer een goede aanval. Waar het eigenlijk zo wat voor komt. Plukken. In de 16, goede voorzet. Beets, tweede paal. Komt het bal terug in het pak. Maar Lede net niet. Nou, het zou wat een invalbeurt zijn. Schoofs achteruit naar Poulon. Het is Schoofs weer aan de bal. Belgali. Nou, goed gedaan van Belgali. Nu een goede voorzet. Afgeblokt door. Davidson was die daar op post zaten, jazeker. Oh, Belgali heeft 2 ballen op het veld. Nee. Kleine fout van de. Alle meisjes zit daar aan de overkant. Die wilde het spel versnellen, maar het gebeurde met 2 ballen. Hij gaat een Nandy is ook wel meteen achter de rug. Lauerbach dacht daar een arm te zien bij zijn poging op doel. Dat was toch via het lichaam en de zoekschop. Plukken, geen tijd te verliezen. Bal blijft in het pak hangen, maar Lede valt dan niet goed. Nee, ook die valt weer net niet goed. Plukken, nog eens de hoekschop. Nee, toch maar lang nemen, Patrick Plukken. Met de Beets heb je toch een enorm wapen daar in de hoekschop. Op hoekschop. Nou, eerste paal valt door. Belgali uithalen. Nee. Storm dan maar. Moeilijk. Niet echt een oplossing te vinden. Schoofs uithalen. En dan de counter. Op als de Lambert. Nou, niet de snelste. Daar komt de Beets nog wel terug. Terwijl daar Van Lerbergen lijkt het mij blijven liggen is. Nou, achteraan. Is nu al eens dan ik bij KV Mechelen goed opgelost door Poulon. Vlukken en nu de sprint. Maledi. Van Lerbergen nog steeds vooruit. Ja, die vraagt op de voorzet. Nu heb je wel een lengte vooraan. Maledi. Er zit een overtreding. Hij vraagt hem. Oh, Paulson. Reactie richting het publiek. Dat is niet nodig, Paulson. En dan een. Bekertje op het veld. Dat is nu geen probleem in de hoek. Pas al die publiek nog wat ging uitdagen. Plukken, dit is knap. Oh. Nee, die kan echt wel voetballen, Patrick Plukken. Kan toch niet te lang meer duren voor hij een basisspeler wordt. Belgali, de voorzet. Die is goed. Plukken, Lauberbach. Ja, de 1-0. De 1-0 van Lauberbach. Eindelijk. Oh, het heeft zoveel te lang geduurd. Een enorm verdiende voorsprong in het dak eraf. Het dak er compleet af hier in Mechelen. 1-0. Het publiek danst. Zoals het hier al vaker heeft gedaan. Dit seizoen eindelijk de 1-0. Via Lauberbach. Zijn tweede doelpunt van het seizoen. Belgali eindelijk met wat ruimte. Die voorzet komt er eindelijk door. En dan was het Plukken die probeerde. Ik denk dat via zijn hoofd de bal op het rug van Lauberbach botste. En die had het niet goed zelf door, maar hij scoorde wel degelijk. Eindelijk de 1-0. En nu het publiek wel recht op de banken. Ja, het is een beetje
karma wat betreft Paulson. Een minuut geleden daagde hij het publiek nog uit. Ja, nu moet hij de achterstand ophalen. Dat is toch meteen wat anders. Kom aan, KV scheldt hier door de kelen van 13.000 supporters. Nu de reactie van Eupen, die al heel lang niets meer hebben klaargemaakt. Die wil rekenen op dat punt. En ook wat wissels die we zo meteen nog gaan mogen noteren, lijkt het. En terwijl we nu zien, nog even Westing daarvan afwachten, maar dat de Flukke het doelpunt zou krijgen. Het zou dus zijn eerste doelpunt zijn voor KV Mechelen na die twee assists vorige week. Lauberbach was degene die mij als laatste de bal leek te raken. Het kan ook van zover wat zicht erop geweest zijn. Ze zaten zeker beide in de actie. Zal dan misschien Lauberbach via Flukke geweest zijn. Het is gecorrigeerd zelfs naar het doelpunt van Leon Lauberbach. Dat is toch juist gezien. Zijn tweede doelpunt voor KV Mechelen. Wat zou het een belangrijke kunnen zijn? Het zou Mechelen op een 9 op 9 brengen. En vooral op 10 punten waarmee het zowaar naast de Brugge zou kunnen komen. Op een gedeelde derde plaats. Want als ze nu wel Manier uit de herneming. Maar over de goal van KV Mechelen. Geen goede poging van Karim Manier. Iets te overhaast. Dan we nog gaan wisselen aan de kant van Eupen. Met Van Genechten, die eruit gaat voor Teddy Allo. En ook Brendan Bay, die eruit gaat. Dat is dan voor Jérôme Deyom. Ook oppassen voor hem, ook al twee doelpunten gemaakt als invaller dit seizoen bij Eupen. Is ook een man die het doel weet staan. Zeker niet te licht overgaan, de rechterflank aanvaller. Ja, en nu Pantovic die aangeeft aan Koeken, doe eens wat voort. Ja, nu is het niet heel veel te zeggen natuurlijk, als Eupen zijnde. Bert Putti hem daar ook niet op gaat wijzen, wilde dat even doen, maar dacht dan, dit heeft Eupen toch al iets te veel gedaan vandaag. Dit kan ik wel laten passeren. Lauberbach, net onder de bal door Bates en Lambert. Wat gepingpong met het hoofd op het middenveld. Toulon tegen Deon. Toulon die blijft lopen. Bal buiten gezet. Nee, de bal is binnengebleven zelf. Schoofs kan die bal nog oprapen. Kan hij de bal ook tussendoor geven? Ah nee, geen goede bal richting Storm. Jammer. Storm pikt hem wel nog op. Oh, overtreding. En terecht de gele kaart voor Lambert. Absoluut terecht. Kapitein van Eupen die de eerste gele kaart van de partij ontvangt van Bert Put. Absoluut terecht. En meteen nog twee wissels aan de kant van KV Mechelen zelfs. Het is Jannes van Hekken en Toon Raamakers die de ploeg gaan vervoegen. Nicolas Storm en je hoort het er op Schoofs. Zonger op Schoofs die het veld verlaat. Hopelijk geen blessure. Ja, twee absolute sterkhouders die het veld is verlaten. Aan de kant van KV Mechelen. Storm, maar dat is een wissel die we wel vaker zien. Schoofs, dat is toch even schrikken dat hij het veld verlaat. Het is een voorsprong vasthouden met Van Hekken en Raamakers, wat verdedigende wissels. Nee, Schoofs heeft mij gewoon moe gestreden. Enorm veel werk verricht vandaag. Kijken of Raamakers en Van Hekken het over de streep kunnen trekken. Van Hekken die plaatsneemt op de positie van Schoofs. En ook Flukker die wat inzakt dan toch. Ja, Van Hekken rap die niet als enige tanden op het middenveld laten fungeren, maar het een trio met Flukker maken. En Raamakers hier dus aan links achterin wat meer gaat postvatten. Zal wat met Foulon moeten afwisselen. Foulon die nu iets hoger op het veld staat. En als een middenvelder fungeert, iets onder de positie van Storm. Goed creatief geswitcht van Steven de Voer. Nog een vijftal minuten reguliere speeltijd. Zolang moet KV Mechelen het nog volhouden. Voor ze, ja, moeten we bijna zeggen, weer eens 3 punten kunnen bijschrijven. Heel goede flow. Waarin zij zich momenten te vinden. Leuk om te zien hoe ik hiervan geniet. Volgende week wacht de verplaatsing naar SVV. Kunstgras van Staaien.
nooit makkelijk. En je zal misschien denken, nu ja, STVV. Wel, die zijn aan een heel goede start bezig. Zit net als KV Mechelen aan 7 op 15. Speelt toch al verrassend goed voetbal onder nieuwe coach Thorstein Fink. Geen gemakkelijke verplaatsing. Maar kan KV Mechelen er zeker wel iets rapen? Dat zeggen we niet. Met 9 op 9 en veel vertrouwen is er veel mogelijk op dit moment. Terwijl we nog een wissel bij Eupen gaan noteren. Dat is Jan Kral. Een redelijk onbekende naam. Die voor Jason David toe gaat komen. Als daar is de verdediger, mag er dus uit. Mag op de bank gaan toezien voor deze laatste paar van de partij. Kijken of hij nog iets kan brengen, Jan Kral. Het Jérôme Deelm zal misschien toch ook van 1-2 moeten komen voor een doorbraak. Misschien lost Pantovic nog wel iets in. Dus, Jan Kral mag denk ik nog maar een paar seconden meespelen. Nu dus wel wat iets meer gekregen, al wat minuten. Boomlange Tsjech van Jablonec. Overgekomen vorig jaar. Nog even uitgehuurd. Aan Jablonec ook. En nu dus weer bij Eupen. Die gaat inderdaad in de spits plaatsnemen. Zo staan er eigenlijk een 4-5-tal spitsen op het veld bij Eupen. Dan zijn ze wat verspreid over de flanken. Ook daar aanvallende krachten, maar te weinig aanvallende intenties. Dat moet ik ook vertellen over Eupen, deze partij. Ik heb gewoon te weinig laten zien. Ik denk dat we een tweetal kansen hebben kunnen noteren. Magné had even, net voor rust, de 0-1 aan de voet. Was het een goede redding van Koeken. Toch te weinig klaargemaakt. Zou het Susan op het einde nog dit door de neus zien geboord worden? Paulson moet zich op gang trekken tegen Malede. Doe dat wel goed op ervaring. En dat is knap gedaan van Dat is goed opgelost. Paashuizen. Nu wel wat tempo bij Eupen. Al is het wel moeilijk tegen die 5-3-2 van Steven de Voer. Met Malede en Lauberbach. Overtreding aan Pelon. Nee, doorspelen. Op de counter misschien. Lauberbach. Ja, trek je maar op gang. Aan de tweede paal is plukken. Moet kijken. Malede moet het afmaken, 2-0 in de verre hoek. Malede, oh, laat het liggen. Jonas Malede had zoveel tijd en ruimte. Oh, wat is dit jammer. Had hier de 2-0 aan de voet, had hem altijd moeten binnenleggen. Jonas Malede had tijd, zag het goed. Net als van bovenuit zagen we die verre hoek. Die linkerhoek, die heb je nodig. Sonine was geklopt. Kapte zijn man goed uit, maar wachtte dan te lang. En dan was de ingeleidende allo. Daar nog net op tijd om in de baan van het schot te liggen. En de bal af te wijken. Af te doen wijken liever. Jammer. Dus nee, nog geen beslissing over deze partij dus. Had het zomaar kunnen beslissen Jonas Malede. Helemaal de held worden. Hier de 9 op 9 al binnenhalen. Dat we de klok van 8 naderen. Nou, we doen natuurlijk even door tot het einde van de partij. 5 minuten extra tijd. Nog. Dat is toch niet weinig. Dus dan misschien nu wel het tijdrekken van Eupen in rekening gebracht door de scheidsrechter. Nou, natuurlijk ook veel, zoals gezien. Dat moeten we erbij zeggen. Een 3-4-tal minuten hadden we opgerekend. 5 is veel. Het wordt dus nog 5 minuten. Hopelijk niet bibberen en bee voor KV. Ze zijn goed bezig. Daarvoor zijn ze duidelijk de betere proef van dit makke Eupen. Geen goede prestatie leveren. Maar je moet ze nog wel over de streep trekken. Dat is zo vaak in het voetbal. Is het heel waar het dan is gaan. Koeken gaat nu wel zijn tijd nemen. Dit is Kohfeldt. Nu kan je wel aangeven dat er meer tempo gemaakt moet worden. Nou, op zijn assistent geeft het aan, maar dat was het waard even worden met de voer. Zou ook kunnen. Veel spanning voor de tweede tijd. Zo wat spanning op de partij. Zo kan KV Mechelen naast Eupen komen. In de stand. Met die 9 op 9.
Beiden 10 op 18, voor beiden een heel mooi tussenstand. Beiden hadden ze daar misschien niet helemaal op gerekend. Manje, Van Eyck, knap. Of het KV Mechelen, nee. Het is voor Eupen. Nog een viertal minuten volhouden. Dat is wat de ploeg van Steven de Voer moet doen. Het zijn troepen richting winst en richting 3 punten duwen. En wie weet, al iets vroeger zekerheid geven op de counter. Nu Lauberbach blijft lopen. Kan hij hem meegeven, Belgali? Nee. Wacht even op Flukken. En Belgali gaat zich dan zelf op gang trekken. Geen slechte keuze, denk ik. Is zo heel veel tijd aan het kopen. Knap van Belgali. 3 man aan de praat gehouden en dan de bal achteruit. Richting Marathi. En Van Leerbergen. Zo neem je heel veel tijd. Dit is goed. Tweede doelpunt, dat is een bonus. Vooral vasthouden is het doel. Met de Raamakers. Goed gedaan van Hekken. Nog wat meer tijd gekocht. Knap. Goede dribbel. Foulon. Neergaat door De Jong. Ja, dat klopt. Koosveld is razend, ik denk, op De Jong. Scheidsrechter lijkt mij moeilijk. Dat we dat toch niet over te klagen hebben, denk ik. Nou, dan denk ik dat toch om de scheidsrechter te zijn. Maar Marathi is die... Foulon, excuseer, is die slecht terecht scoren. Hoe heet het? Ondanks al het gejuich in het stadion, horen we toch tot boven het geroep van Koosveld. Enkele Duitse woorden, denk ik. Richting vierde scheidsrechter. Raammakers. En Foulon. Aan de controle. Dan Foulon. Was dan net buiten. Nu zijn troepen aanvurend. Koosveld. Een van de laatste keren naar voren. Goed vastgezet. Kral. Malede moet naar de cornervlag. Doet dat ook. Knap. Jonas Malede. Even balbezit houden. En of de pannen. Bij Paashuizen. Jonas Malede met de dribbel. Malede. 4, 5 man. Oh, en dan de redding van Sonina. Ging hier voor een wereldgoal, Jonas Malede. De pannen bij Paashuizen. Schakelde dan nog een verdediger uit. Kapt er nog één vrij. En dan wilde hij het mooie afronden in de korthoek. Maar daar lag Gabriel Smolina. Met een fantastische doelpunt opgeleverd. Ook Koosveld rustig met de grensrechter. Ze gaan het verliezen in randzaken. De trainer van Eupen. En ook met de scheidsrechter. Foulon. Inworp Lauberbach als targetspits. En Malede ernaast. Lichaam gebruikt. Knap van Jonas Malede. Goede invalbeurt hoor. Hij heeft zich nu even laten liggen. Niet veel meer nodig natuurlijk. Van der Bist en de Voer. Beide coachend. Nog zal het zijn. Dikke minuut. Gaat Mechelen volhouden. Raammakers vrije trap. Heeft wel even tijd. Het is moeilijk om nog boven het publiek uit te komen zo. Nou, Lauberbach, neem je tijd maar. Aan de hoeksopvlag, die heeft nu wel die tijd. Fout uitlokken, De Jong, Van Hekken. Wat was het voor Eupen? Nee, dat klopt. Van Hekken, dat is duidelijk. Er wordt nu gevraagd om het laatste fluitsignaal. Malede kan nog druk gaan zetten. Malede, overtreding. Nee. Maar de fluit gaat wel... De fluitsignalen gaan wel door het stadion, want het is afgefloten. 1-0 KV Mechelen. KHS Eupen. In een verdiende overwinning. Absoluut verdiende overwinning. De opluchting is enorm bij KV Mechelen na 9-9. Het publiek dansend, zingend door in het Affenstadion. Moe gestreden zijn ze zeker. Maar oh, zo'n grote ontlading hier in het Affenstadion. De Voer zal hier enorm tevreden mee zijn. En nog wat discussie. Manje moet daar weggehouden worden van de vierde scheidsrechter, zien we. En mogen absoluut niet klagen, denk ik, de spelers van Eupen. Absoluut niks te klagen over de scheidsrechterlijke beslissingen vanavond. Het zijn randzaken waarin Eupen zich verloren heeft. Ze hebben ook vooral verloren van KV Mechelen door minder goed te voetballen. Zo simpel was het vandaag. Nu hadden we nog graag uit om de persconferentie mee te pikken via onze live kanalen. Het zal misschien van uitermate een interessante persconferentie worden met Koosveld. Lief dat hij te zeggen heeft over
deze partij. En natuurlijk ook wat Steven ervoor te zeggen heeft over deze 9 op 9. En een 10 op 18. Ik ben benieuwd. En dan hoor ik je, of hoop ik dat jullie volgende week ook luisteren naar het verslag van Opstaaien. Hier gaan wij eruit met een 1-0 overwinning verdiend. Een knap doelpunt van Leon Lauberbach. En een feestnacht misschien wel die we hier intrekken in Mechelen. Oké, Stef, bedankt voor jouw verslag. Mechelen tegen Eupen 1-0 dus.